Ik lig gewoon in bed, hè. Dus dit is wat ik hoor. Weet je, hoe gaat dit wakker worden? Hier word je ook gewoon wakker door, hè? Net of iemand aan het rolschaatsen is boven me. En ook dit die. En dit is de stofzuiger, dus kan je nagaan, ik hoor alles. Is het met steeds meer dingen? Hoe moet je je rust vinden als je in de herrie zit? Met alle spelletjes die ze spelen, ik moet er echt achter komen dat het de buren zijn die met die bromtoon bezig zijn. Een man van Intomaras, Marokkaanse man, die hier ook binnenkwam. En ik had die slang van de afzuiging, daar bij de meterkast eraf, en dan kon je zo die slang inluisteren. En ik laat het hem gewoon horen, luister goed, het is net alsof er een droger wasmachine cv-ketel aanstaat ofzo. Ik weet niet eens of ik dat al verteld had, maar of gewoon meer het geluid, zeg maar. Hij heeft zijn oren op die slang, maar bij mij stonden cv-ketelstekkers eruit, afzuigerstekkers eruit. Bij mijn bovenbuurvrouw ook. Op de bovenhoek ook. Alleen onder op de hoek niet. Hij doet zijn oren op de buis en hij zegt, hey, lijkt wel of ik cv-ketel hoor. En terwijl hij dat tegen me zegt, zie ik aan zijn kop dat hij schrikt en zegt, oh nee, dat kan niet, hè? Die stekkers die zijn eruit. Maar hij had het toen wel al gezegd. En toen hij dat zei, zei ik, hier zie je, nu heb jij het ook gewoon gezegd. Nu gaan jullie gewoon alles fixen. En anders krijg je het. Ik klaag gewoon alles niet. Ging ik op die manier. Heb ik zelfs mijn huur teruggetrokken. Huurbetaling teruggetrokken, zeg maar. Ah, toen in één keer dit is en dat is, gingen ze me een beetje helpen, maar niet met dat. Niet met dat. En hebben ze het gewoon nooit opgelost. Zijn we 3, 4 jaar verder nu. Maar dit is de stofzuiger, ja, dat is zwaar irritant. Maar als ze ruzie maken, dan zit ik in de kanker en in de hoer en weet ik het allemaal. Plus gewoon die negatieve energieën die daar dan vanaf komen. Die stomme bromtoon. Is wat anders. Maar als je last hebt van een bromtoon, dan hoor je alles. Nou, als dan de buren alleen maar herrie maken. Zo, die nieuwe buren hiernaast, moest ik echt gewoon vragen. Die herrie die jij 's ochtends maakt. Ik weet niet of. Ik ga er niet vanuit dat je het expres doet of zo, maar je vriendin ligt ook gewoon nog in bed, toch? Hoort die dat niet dan of zo? Toen was het klaar. Maar dat deden ze gewoon expres, heel simpel. Expres hadden bonsgeluiden of zo, ja. En boven op de hoek ben ik ook wel eens gewoon om 2, 3 uur 's nachts op een doordeweekse dag. Kleren aan, omhoog, trappen op, aanbellen. What the fuck is dit? Die muziek zo hard. En dan zit hij met een vrouwtje, met z'n tweeën, 2, 3 uur 's nachts. En als je dan binnenkomt, staat de muziek ook gewoon op zijn allerhardst. Terwijl hij, dit is wat ik hoor nu, hè, van de onder- en bovenburen. Dus hij, ik heb er last van, maar kan je nagaan, die onderburen, die moeten er dan toch helemaal last van hebben? Heeft hij gewoon scheid aan ze. De volgende dag staat hij weer, een paar dagen later staat hij op zijn balkon, naar beneden, en is hij gewoon het buurvrouwtje aan het groeten. Nou, ik weet niet of ze hem negeert, maar die gaat gewoon naar binnen toe. Ik weet niet of ze terugpraten of zo. Lijkt wel of die ook maar allemaal dingen zijn gaan accepteren. Zijn Armeniërs. Dus die hebben hier een huisje. En
Die hebben geen zin om te gaan zeuren en weet ik het allemaal. Die zijn al lang al blij dat ze ergens zitten. Oh, maar die man, die heeft last van tinnitus. En sinds ik over die bromtoon en ook dingen vragen, toen bij mij die bromtoon begon, is het bij hem keer 10 gegaan, zei hij. Oftewel, hij had gewoon tinnitus en nu heeft hij ook die bromtoon. Of hij heeft in ieder geval al die herrie. En het is met steeds meer alsof ze gewoon espresso, target individual of zo, doelgericht. Dat wat ze aan het veroorzaken zijn, dat hoort hij ook. Ik hoor dat ook. En die Bink van Intomaris heeft gewoon zijn hoofd op die slang gehad. En die hoort ook gewoon dat geluid. Oh nee, kan niet, hè, want de stekkers zijn eruit. Dat kan niet, je hoort het toch? Maar het kan geen cv zijn, hè? Nee, maar het kan wel het geluid zijn wat je net zegt. Nu ben ik ook gewoon klaar hoor. Nu ga je het ook maar gewoon oplossen voor me. Dat was niet eens iemand qua Intomaris, monteurs of ik kom dingen maken. Nee, dat was iemand van de sociale sector bij wijze van spreken. Voor, als bemiddelaar tussen problemen of overlast en dat soort dingen. Heb je al 3 jaar lang Intomaris over de vloer? En dan zegt er eindelijk iemand precies het geluid, omschrijft hij ook. Waar je last van hebt, doet hij er niks mee. Dat het met steeds meer lijkt. Iedereen die hier binnen is gekomen. Van een Steve naar een Jannie. Hebben ze allemaal gewoon de invisible prank op uitgeoefend. Nee, ik hoor het niet. Terwijl ze het gewoon horen. Daar lijkt het echt steeds meer op. Dus is dit echt gewoon... En het is dat ambassadeurs naar Hawaii of naar welk ander land was het ook weer. Dat ze echt het idee hadden dat er een soort van sonic weapon op ze uit, op hun hersenen. Wat ze gewoon kwalen kregen. En dat Amerika ook gewoon al die mensen aan het terugroepen was naar Amerika toe. Cuba volgens mij ook, dat de eerste artikelen kwamen. Nou, ik heb op mijn kanaal De Eter heb ik ook een paar video's erover. Lijkt echt alsof... Nou, gewoon in de Tweede Wereldoorlog was het overduidelijk, maar als dit de Derde Wereldoorlog is en... Ben ik dan echt Joods of zo dat ik hier doorheen moet gaan? Dat ik niks mag weten. Ik hoor een kutgeluid. Is het niet normaal dat als je in je slaapkamer ligt? En ook die stomme stofzuiger, die kanker, hè? Dat is niet normaal.